Raf en Mich, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Comme il faut. Ja. Dat is het eigenlijk, hè? En dan dat klopt, ja. Op zijn Vlaams mooi geschreven, comme il faut. Maar dat, jullie zijn al jaren samen een, ja, hoe moet je het zeggen, cabaretduo? Of zeg ik het dan helemaal verkeerd? Nee, dat klopt eigenlijk wel. Hè. Dat is wel de noemer waar we onder bestaan. En dat is hetgeen dat het meeste klopt, maar het is, wij vinden veel meer dan dat. Het is heel muzikaal, het is een beetje een mengvorm tussen theater, cabaret, muziek. Toneel. Toneel ook, hè? Ja. Nee, zo nu en dan bijna toneel, hè? Nee, het is als je dan toch een noemer op moet plakken, is het cabaret. Toch wel? Ja. Oké, houden we het daarop. Jullie treden hier vanavond op in de Schouwburg, in de Harmonie, met het programma Schoft. Ja. Wat in de Kleine Comedie in de première gegaan is vorig jaar, of het jaar ervoor? Vorig jaar, ja. Vorig jaar. Ja. Nou, unanieme pers, ongelooflijk. Het is een, daar kan je toch heel blij mee zijn, hè? Ja, dat is fantastisch, ja. Kracht, klasse, grandeur. De volkskranten. Comme il faut, biedt troost tegen regen en kou. En de broers stralen kracht, klasse en grandeur uit. Het Parool. Wie comme il faut nog niet kent, ga erheen en laat je onderdompelen in de warme gloed van vakbekwaam meesterschap. En ja, dan mag je het wel even mee doen. Ja, ga maar door. Ja, toch? Heerlijk. Wat is het voor programma, Schoft? Ja, kijk, nu stel je de moeilijkste vraag. Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat weet echt, ik. Het is een programma dat echt van ons is. En dat is moeilijk uit te leggen wat wij nu exact doen eigenlijk. Maar, nou, ik weet de openingsscène. Nou weet ik niet of we dat moeten vertellen. Ja, dat mag je vertellen. Ja? Ja. Want één van jullie, jij ligt volgens mij op een tafel. Op een dissectietafel. Ja. Het doek gaat open. Ik lig in volle glorie op een tafel. Ja. En echt volle glorie, hè? Nou, er ligt nog iets, maar... Heb je het gezien? Ja, nou, klein. Ja, laat je kijken. Ja. En ik wou meer zien. Ja, maar dan komt er later in de voorstelling zie je meer. Ja, dan zie je alles. Ja. Maar ik lig op die tafel en hij is een soort wetenschapper die de soort mens die daar ligt onderzoekt en beschrijft. En eigenlijk is dat onze hele voorstelling. We gaan ervan uit wat een rare soort is de mens eigenlijk. En we staan zelf als voorbeelden op het podium. Dat is het een beetje. Ja. En eigenlijk, toen we het schreven, was het net in de periode van al de aanslagen in Brussel en in Parijs. Ja, en, ja. En de verwondering van hoe dat wezen mens in staat is tot zo'n vreedheid, maar ook tot zo'n schoonheid, tot zo'n tederheid, tot zo'n liefde, hoe uiteenlopend het kan, dat wij allemaal kunnen zijn. Dat is het een beetje. Ja, want jullie zeggen ook eigenlijk van in Schoft, het schuurt, het zalft schuurt, hè, over het leven. En het ergste van alles is, ja, het eindigt. Ja, en als je eerlijk bent, Douwe, ja, dat is toch ook verschrikkelijk. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt, hè? Soms. Maar, ja, vind je dat? Ja, dat weet ik niet. Ik word binnenkort 50 en ik krijg er toch meer en meer lastig mee, moet ik zeggen. Ja, is dat zo? Ja, toch wel. Dat je denkt van, ik ben over de helft en ik ga ja, nu... Toch, ja, hè? Tuurlijk wel. Ja, toch wel. En als maar minder en minder tijd, ja, dat speelt toch wel. Dat is waar. We leven natuurlijk in een verschrikkelijk snelle tijd. Ongelooflijk snelle tijd. Hoe werken jullie eigenlijk als broers zijn? Want jullie hebben ook even solo gedaan. Ja, we doen wel vaker aparte dingen, maar zo comme il faut is toch wel waar we 80% van onze tijd mee bezig zijn of zo. En, ja, we werken natuurlijk heel close samen. Als we zo'n voorstelling maken, zitten we toch wel een jaartje bij elkaar. Jullie kunnen het goed vinden. Dus, ja, we zijn broers, hè? Ja, we zijn broers. Ik ken ook altijd. Ja, dat horen we vaker. Ja. Jullie beginnen om 10 uur met koffie. Je weet al veel, Douwe. Ik weet alles. Maar 10 uur begin je met een bakje koffie. Nou, dat is inspiratie. Je moet niet zitten wachten op inspiratie. Je moet gewoon inspiratie proberen af te dwingen. En we spreken gewoon elke werkdag af om 10 uur bij koffie, inderdaad. Ja. En dan beginnen we te lullen. En langzaamaan komt er een voorstelling uit. Ja. Is het nooit dat je een keer denkt van, nou ja, het is genoeg. Als broers zijnde dan. Is je vraag naar of we soms ruzie maken, is dat de vraag? Nou, nee. Nou ja, maar misschien ook wel. Dat je denkt van, ik heb dat wel even gehad. Ik weet niet hoe dat werkt, want jullie reizen ook samen, neem ik aan. Ja, we reizen ook samen, maar dat is eigenlijk een heel simpel antwoord. Wij vinden nog altijd dat we meer en meer diepgang vinden in de programma's. En dat het ons lukt om
We hebben het gevoel dat we nu weer ons beste programma gemaakt hebben. Ja. En zolang we dat gevoel hebben... Dat is natuurlijk fantastisch. En, ja. En dat we allebei onvervangbaar zijn in dit duo. Ja. Ik zou nooit meer iemand anders kunnen doen. En ik ga ervan uit dat het bij hem ook zo is. Ja. Ja, we hebben gewoon een heel mooi project samen. En we zijn broers. Ja. Ja. Dan, dat is een goede combinatie. En je vertrouwt elkaar 100%. Ja, op podium ook. Als wij spelen, dat voel je gewoon. Dat vertellen alle mensen ons. Dat je voelt het vertrouwen tussen ons beiden op het podium gewoon. Want je geeft je bijna letterlijk bloot. Ja, letterlijk. Dan moet je dat ook hebben natuurlijk. Ja. Jullie spelen dus vanavond in de Harmonie. Dan ga je dan de 26e staan jullie dan in Sint-Truiden. Dan ga je weer terug naar... Naar België. Van achteruit weer terug, Het is de laatste vraag. Wat is het verschil tussen het werken in België? Het is altijd uitverkocht bij jullie in België. Ja. Nederland is ook wel vaak uitverkocht, maar soms nog niet helemaal. Maar wat is nou het verschil? Want ik merk altijd als ik de grens over ga bij Antwerpen, het is direct anders. Voor ons is het direct een andere wereld. Dus dat zal voor jullie toch ook iets... Vertel jij eens eerst wat voor jou zo... Nou, het is wat rommeliger, het is wat makkelijker en het is wat toegankelijker. Ja, dat vinden en er is veel te zien. Veel te zien? Nou ja, ieder huis is weer anders. Ze hebben niet zo'n schoonheidscommissie zoals wij dat in Nederland hebben. Ja, wij vinden alle huizen hier een beetje hetzelfde. Dat klopt. Dat vinden we net andersom, alles een beetje netter. We reden net Leeuwarden binnen vanochtend. Ja. En toen dachten we zeiden tegen elkaar, goh, zo rustig en zo ontspannen als die stad. Minder hectisch. Chaos. Ja. Dan Gent ook. Ja, Gent is chaotischer. Ja. Maar ook wel mooi op zijn. Ik zou niet kunnen zeggen wat het fijnste is of wat het mooiste is. Het heeft allebei iets, maar het zijn heel andere landen. Ja, en dat vind ik wel. Het is zo apart omdat het zo dicht bij elkaar ligt, maar toch is het zo... Ja, het is toch heel verschillend. Heel verschillend. Ik ben hier een homo, maar daar ben ik een geneticke. Dat weet ik niet, maar dat klopt. Ja. Nee, je bent geen Jeanetteke. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Wat gaan jullie voor ons spelen? Uit programma Schoft. Het eerste dat we gaan spelen heet Het Beest is Baas. En dat is eigenlijk niet uit Schoft, omdat we dachten we gaan nog eens een oud nummer doen om het fris te houden. Dus we gaan eerst beginnen met een ouder nummer. Het heet Het Beest is Baas. Het Beest is Baas. Ja. Ga naar het podium, ga ik jullie aankondigen. Jung is in de Harmonie en dat begint om Jelf en Jochen en Comme il faut uit Gent, uit België. De broers Walschaert. De zon is bijna onder, de luie lucht heet. De man zit aan een tafel, hij wacht. De lichten van de taxi, zijn adem stokt, hij zweet. De vrouw is mooi en donker en ze lacht. Ze houdt alleen van hem en hij van haar. Ze zien de en dan opeens, als uit de hel, zeg ik vaarwel. Diep in de krochten van mijn armen zie je leeft er een beest. En het bijt me tot ik voor zijn altaar kniel. Het is vaak ontevreden en als ze daar. Dan moet ik gaan, liefste helaas, het beest in mij is baas. De zon is bijna onder en de luie lucht weet dat de man aan de tafel wacht. Op de lichten van de taxi, zijn adem stokt, hij zweet. En de vrouw is mooi en blond, en ze lacht. Ze houdt alleen van hem, en hij van haar. Ze zien de hemel in elkaar. En dan opeens, als uit de hel, zeg ik vaarwel. Van mijn armen zie je leeft er een beest.
waar ik voor zijn altaar kniel. Het is vaak ontevreden. En als je dat is, dan moet ik gaan. Liefste, helaas, het beest in mij is baas. Soms heet het onrust en dan jankt het zacht. Soms ook twijfel en dan eilt het heel de nacht. Vaak is het gulzig en dan zweet het zwaar. Maar altijd scheurt het klote beest mijn leven uit elkaar. Diep in de krochten van mijn arme ziel leeft er een beest en het bijt me tot ik voor zijn altaar kniel. Het is vaak ontevreden en als het dat is, dan moet ik gaan. Liefste, helaas, het beest in mij is baas. Graf en Mies. Trek je schoenen aan. Jongen, alsjeblieft, trek je schoenen aan. Hoezo, je bent te moe. Je moet nu echt naar buiten toe. Maar kijk eens naar de wereld die daar wacht. Trek je schoenen aan. Loop gewoon wat over straat. Maar trek je schoenen aan. Maakt niet uit hoe de vaart. Of ga de kroeg in, bestel een glas. Of ga voor mijn part liggen lang uit op je rug in het gras. Kijk eens naar de wereld die daar wacht. Trek je schoenen aan. Je kan janken wat je wil, maar trek je schoenen aan. Janken maakt geen verschil. Sta op en draai hem plat. Haai het gras, neem een pad, lees een boek. Kom tenslotte een biefstuk op een halve kilo. Maar jongen, trek je schoenen aan. Waar is die vent naartoe? Die vent die met zijn ogen toe het leven nam zoals het stomweg voor zijn voeten kwam. Die rigoureus elke muur slaapte met een welgemikte stoot. Uitzinnige lachten op de dood. Die vent die scheidt had aan dit kleine en bang bestaan. Want ze komt niet terug. Hoor je wat ik zeg? Ze komt niet terug. Nog in geen 1000 jaar. Je mag nu op je hoofd gaan staan. Op je blote knieën kruipen. Maar kom wel sneller gaan. Dan draag je het lijden van de hele fucking wereld op je rug. Jongens, ze komt niet terug. Met zijn ogen toe het leven nam zoals het stomweg voor zijn voeten kwam. Die rigoureus elke muur sloopte met een welgemikte snoot. Uitzinnige lachten om de dood. Die vent die scheidt had aan dit klein en bang bestaan. Kom eens hier staan bij het raam. Je kan het pad zien. In het schijnsel van de maan. Trek je schoenen aan. Coming for, dus.